Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt en er trekt nog verspreid wat regen of motregen over het land. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar vooral in het zuidwesten blijft nog wel een enkele bui mogelijk. Verder breekt van tijd tot tijd ook de zon door, zeker later in de middag. Het is nog vrij zacht met een maximumtemperatuur van 15 tot 17 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Komende avond is het op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. Met vrij veel bewolking in het zuiden en in het noorden nog wat opklaringen. Het koelt af tot een graad of 14. Dan morgen vroeg hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden en van tijd tot tijd regen. In de middag wordt het vanuit het westen uit vaker droog. Maar in het oosten blijft waarschijnlijk de bewolking nog de overhand houden en kan ook nog steeds wat regen vallen. Vooral in het westen breekt dan wel de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het aan de wisselvallige kant met wolkenvelden, soms wat zon en van tijd tot tijd ook regen. En vooral woensdag en donderdag kan het ook stevig waaien, zeker aan de kust. De middagtemperatuur levert geleidelijk nog wat in en komt er rond een graad of 10 uit op donderdag en vrijdag. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.